Juist, dames en heren, van harte welkom. Het is weer vrijdagavond in Den Haag. De beste wensen. Ja, ik was er in december voor het laatst en toen heb ik u nog allemaal persoonlijk de hand gegeven. Weet u nog? En we gaan weer verder met een nieuwe aflevering van Literatuur Late Night in Den Haag. Huishoudelijke mededelingen zijn dat u straks, over een paar dagen, deze uitzending terug kunt kijken op YouTube. En dat kunt u doen op de YouTube, wat is het? Ja, .com/bibliotheek.tv. En u kunt ook gewoon live meekijken. Ja, mensen die daar, die er vanavond niet bij kunnen zijn, hè? Vanuit het boekenbal misschien, bibliotheekdenhaag.nl/live meekijken. We hebben een fantastische avond voorbereid met twee hele leuke, goede auteurs. Ik heb een boeken van de week gelezen, als diep onder de indruk. We hebben een Libris genomineerde, we hebben een wereldreiziger en essayist en pianist. Hij kan ook piano spelen. We hebben live muziek van een echte muzikante, Kenzie Bluetone, die ik twee weken geleden heb mogen ontmoeten. Zij gaat zo meteen muziek voor ons maken achter de Yamaha. En er is natuurlijk ook een cultuuragenda, want u bent natuurlijk helemaal weg van literatuur. En hoe meer literaire festiviteiten er zijn, hoe beter. En er is op het einde van de avond de beroemde, beruchte, ontzettend moeilijke boekenquiz. Ja, dat is ongelooflijk. Daar komt hij eigenlijk voor, hè? Voor die gratis boeken die dan de winnaar meekrijgt naar huis. Maar we beginnen met een jonge schrijver. Hij brak door met Kinderen van het Ruige Land over zijn opgroeien in Groningen, het vlakke land daar. Hij presenteerde op 6 januari jongstleden zijn nieuwe roman Slaap Zacht, Johnny Idaho. Idaho? Een apocalyptische, dystopische roman. Ja, moeilijke woorden. Ik heb echt de hele middag moeten oefenen. En ik ga met hem daarover in gesprek. Een groot applaus voor Auke Hulst. Zo, ja, nou, Auke, ga lekker. Ja, hey, jeetje Mina, wat ben je toch beleefd, joh. Meteen een hand en zo. Ja, man. Ja? Ik ben niet opgevoed. Dus. Zo ben je opgevoed? Nee, niet. Oh, je bent niet opgevoed? Nee? Oh, moeilijke jeugd. Wat zal ik ervan zeggen? Als je aan het Pippi Langkous-huis denkt en daar dan de Hammer Horror versie van. Okay. Dat ongeveer. Dat ongeveer. Maar je hebt het overleefd? Hoe zie je dat gelukt? Ademen. En dan gaat de tijd vanzelf verder. Nee, en hoe is me dat gelukt? Jezus, je begint lekker zwaar meteen. Het is altijd zo. Echt, alle... Je doet het met iedereen, hè? Dat jij voorkeursbehandeling krijgt. Lezen, denk ik. Ja, hè? Ja, want daar gaat het boek ook over. Hè? Ik bedoel, jouw hoofdpersoon, Johnny, zegt ook ergens in het boek van... Door dat lezen heb ik het vol kunnen houden. Ja, ja. Dat, ik denk dat wel zo was. Ik ben gaan lezen toen ik een jaar of 12 was. Echt als een bezetene, werkelijk als een bezetene. Maar dat was, denk ik, ook een vlucht uit de wereld... en tegelijk ook een manier om een soort van... een grip te krijgen op de wereld. Mm-hmm. En het is gewoon fijn om je terug te trekken in een boek als je in een onstabiele omgeving verkeert. Ja. Want dat is dan dat ding in je hand is stabiel. Ja. En jouw boek gaat natuurlijk over een hele complexe wereld. Een wereld die heel erg lijkt op de onze, maar alles maal 100. Hè. Dus we zijn echt in handen van de technologie. Mensen hebben contactlenzen op waarmee ze andere mensen kunnen analyseren, waarmee ze hun gevoelens kunnen vastleggen. Ik kan me voorstellen dat toen je 12 was, dat je ook in je hoofd werelden maakte, werelden verzon. Sterker nog, nee, ik ben ook, toen ik begon met lezen, ben ik ook meteen begonnen met schrijven. Eerst was het allemaal imitatie natuurlijk. Ik las toen ik 12 was heel veel science fiction. Dat is natuurlijk wereld bouwen, überhaupt al. Ja. En wat ik ook heel veel deed was landkaarten maken van verzonnen landen. Wat ook wereld bouwen is. Ja. Dat deed jij ook? Dat denk ik ook. Ja. Het fijne aan maken van landkaarten van verzonnen landen is... dat er een soort van, wat in de muziek een feedback loop heet, ontstaat. Die kaart ontstaat uit je fantasie...
Ja. Maar die voedt ook weer je fantasie. Ja. En dat gaat dan een soort van met elkaar in gesprek de hele tijd. En dat maar wat er bij mij gebeurde, was dat ik al heel snel een grens had en een douane en een paspoort en muntgeld. Dat het al heel snel verdomd veel op een echt land ging lijken. Ja, dan moet je daar een beetje mee oppassen. Ja, stom. Dat was bij jou dus niet het geval. Nee. Jij lette wel goed op. Het begon altijd vanuit een... Vanuit een liefde voor de abstracte schoonheid van de landkaart. En ook weer de schoonheid van de taal. Want waar ik heel erg van hield, was het verzinnen van namen. Van stadjes en zeeën en dingen. En toen nog niet zo heel erg het verzinnen van hoe die maatschappijen dan in elkaar zouden moeten zitten. Maar ja. Iets wat je dus... Kijk, dames en heren. Ja, hij praat erover, maar die jongen van 12, je bent nu 39, 38? 39. Nee, hè? Onze leeftijd, het mooiste jaar. Maar die jongen van 39, die maakt gewoon die kaarten nog steeds. Hè? Kijk, dit zijn die drie werelden die in jouw post-apocalyptische, utopische vier zelfs, ongelooflijk... Misschien moeten we even iets vertellen over wat er aan de hand is. Gaan we doen. Ja. Zal ik dat doen of wil jij dat doen? Wat jouw voorkeur Want je hebt dus al die namen, al die straten ook gewoon verzonnen. Ja, maar dit zijn wel namen met betekenissen. Overigens, dit is in de boekversie, hebben alleen de grote straten een naam. Maar als je online gaat kijken, hebben ook alle kleine kutsteegjes een naam. Dat was heel veel werk. Het is een freak, man. Ja. Leuk dat Kees de Hart, onze volgende gast, schreef ook recensie over jouw boek. En een hele mooie recensie trouwens. En daarin, wat Kees dan doet, ja, een beetje freak. Die heeft dan echt al die namen nagegaan of het klopt. Hè? En het klopt, toch Kees? Ja, het klopt. Ik heb die routes heb ik bekeken. Waar is dat station nou? Oh, daar. Oh ja, nee, dat klopt. Ja, okay. Ja. Ja, zo ben ik wel. Ja, ja. Ik ben het ook heel goed gaan checken, hoor. Want een goede vriend van mij, die zit in de wereld van de modelbouw. En dat zijn allemaal een beetje half autisten. En die bouwen dan een... hij zit dan ook specifiek in de Tink-modelbouw. Dat is ook belangrijk. Maar iedereen gaat dan ook de klinknagels tellen en zo. En dan gaan ze ruzie maken als het niet klopt. En die mensen bestaan. Dus je moet echt goed zorgen dat het klopt. Maar dat zit ook in jou. Want jij wilt ook dat die utopische wereld, dat die klopt. Nou ja, kijk, schrijven wil je sowieso dat je romanwereld klopt. Dat die in elk geval waarachtig voelt. Mm-hmm. En als het cement tussen de bakstenen bros is, als dat kruimelt... dan voelt de lezer dat ook. Ja. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Ja, ja, de fictie moet overtuigend bouwwerk zijn. Ja. Hey, in jouw toekomstwereld is eigenlijk een soort van bijna krankzinnige autoritaire samenvloeiing... heeft erin plaatsgevonden van het kapitaal en informatie. Wat er aan de hand is, en dat is in principe ook al een beetje aan de hand... bedrijven die zich onttrekken aan de regels van natiestaten, zijn in de Stille Oceaan, hebben een eilandengroep voor zichzelf gebouwd en zijn daar voor zichzelf begonnen. Wat ze natuurlijk nu eigenlijk ook al een beetje op een bepaalde manier doen. Zodat ze onaanraakbaar worden. Dat was een basisidee onder het boek. Toen ik het boek aan het schrijven was, kwam ik er trouwens achter dat die plannen ook gewoon echt bestaan. Moeten we ons zorgen maken? Nou, ik denk dat we ons allemaal collectief wel zorgen... überhaupt al wel zorgen maken over de macht van bedrijven... en de mate waarin bedrijven zich niets gelegen laten liggen... aan andere overwegingen dan economische. Ja. En toch, het is interessant wat je zegt... dat roept een hele koude, afstandelijke, hyperrationele wereld op... waarin het kapitaal en de informatie de boventoon voeren. Maar jouw drie personages, in het bijzonder Johnny, zijn worden wel gedreven door passies. Nou ja, wat ik wilde laten zien... Het is aan de ene kant een boek over de wereld die we aan het maken zijn... Maar aan de andere kant is het een boek over mensen, menselijke driften. En ik wilde ook laten zien dat we uiteindelijk altijd mensen blijven, ook in die context. En dat we op zoek zijn naar menselijkheid en naar contact. Het gaat ook heel erg over existentiële eenzaamheid.
Wat iets is wat... daar kan ik mezelf wel vrij goed in verplaatsen. Niet direct de psychiater bellen. Wat zeg ik nou weer? Je hebt het gezegd. Ja. Ja, je hebt het zelf gezegd. Je doet het zelf. Ik doe het ook zelf. Dat zegt mijn vriendin ook altijd. Je doet het zelf. Ja. Klopt. Het gaat heel erg over leven en dood. Heeft dat te maken met die periode rond jouw 12e... waarin je contact zocht met een wereld die vond in hun boeken... en dan misschien ook teleurgesteld was... dat dat intieme contact niet mogelijk was met anderen? Dat is iets te psychiatrisch, dit. Ja. Wat wel zo is... Ik weet het, Kees had hier ontzettende hekel aan heeft. Freudiaanse bullshit. Ja. Maar we gaan er gewoon rustig mee door. We gaan het... Ik denk wel dat het is onmiskenbaar dat hoe ik ben opgegroeid... een effect heeft gehad op mijn sociaal functioneren heel lang. En daar heb ik wel... Ik ben opgegroeid in een huis, in een bos, afgelegen. In een gezin dat niet paste binnen de context van het Gronings platteland. Gereformeerd. En ik kom uit een gezin van hardcore atheïsten met vrijzinnige mensen. Maar ook gewoon een beetje een raar gezin. Dat zit ook in de roman. De worsteling met God. En dat het lijden niet opgelost kan worden door een theologie. Ja. Maar ik heb nog nooit geworsteld met God. Maar dat is dus, nee, ik heb het over het boek. Okay. Ik heb het over jou. Ja. Maar ik was nog een antwoord aan het geven op je vraag. Want ik weet ook dat je op Twitter de hele tijd... Heel veel van jouw tweets gaan over dat je nooit hebt geworsteld met God. Dat vind ik ook wel grappig. Als ik jou op Twitter een beetje volg. Dat je dat toch ook heel belangrijk vindt om te moeten zeggen. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik vind het wel interessant om discussies over... We gaan nu een heel ander gesprek voeren. Ja, maar we komen weer terug. Het boek gaat er ook over. Het speelt wel een rol. Nee, kijk, ik vond het... vaak merk ik dat ik, als ik aan het schrijven ben... is dat personages heel erg op mij gaan lijken. En ik wilde juist in een paar opzichten... ook eens wat andere dingen uitproberen en onderzoeken. Ja. Waaronder ook een relatie tot God. Ja. Wat zoekt Johnny? Wat zoekt Johnny? Ja. Nou, misschien moeten we even vertellen wat hem overkomen is. Okay, Johnny Idaho is een jongen. In het begin van zijn verhaal is eigenlijk... Hij is een jaar of 14. Hij is een typisch Amerikaanse jongen. Heeft een moeder die heeft twee baantjes om een... om een te duur appartement te kunnen betalen. Het is de working poor. En ze hebben net een intrek genomen in een appartementencomplex. En dat appartementencomplex stort in. Naar men zegt vanwege een aanslag. Maar Johnny overleeft die instorting. Zonder dat anderen het doen. Hij ligt heel lang onder het puin. En weken later komt hij onder... Laat ik zeggen, ontstaat een situatie dat hij zwaar gewond onder dat puin vandaan komt, zonder dat mensen dat weten. En iedereen waant hem dood. Dus iemand die niet bestaat. En in de loop der jaren, hij trekt zich terug in de woestijn van Utah. En in de loop der jaren komt hij er langzaam achter dat er misschien wel iets anders aan de hand was dan een bomaanslag. En dat... Er is heel veel mis met hem. Ten eerste is zijn moeder overleden. Zijn knie is gebroken. Hij is gehavend. Zowel geestelijk als fysiek gehavend. En hij is op zoek naar... De wereld is uit balans en die moet weer in balans worden gebracht. Hij is op zoek naar wraak. En hij wil wraak nemen op de persoon die hij verantwoordelijk acht... voor wat hem is overkomen. En dat is de andere hoofdpersoon in het boek... De zakenman. De Nederlandse CEO van een financiële instelling. Precies, een soort van de Goldman Sachs-achtig type. Ja. 2008, maar dan maal een miljoen. Nou, gewoon 2008 en dan nog een paar jaar verder doorgeëvolueerd. Ja. Maar kan je je voorstellen dat die wraakzucht zo diep bij iemand kan zitten? Dat hij daarvoor zijn identiteit opgeeft, een andere identiteit aanneemt? Ja, nou, dingen die gebeuren in het boek. Wat een heel belangrijke rol speelt in het boek is een ander boek, en dat is Moby Dick. Wie heeft Moby Dick gelezen?
We hebben daar een plaatje van, voor de mensen die het niet hebben gelezen. Nou, dat is een kijk plaatje eens aan. Op het thema, daar, daar hebben we, ja, de mythische zoektocht van kapitein Achap of Ahab. Ik zeg altijd Ahab, maar in de Nederlandse vertaling is het met CH, wat ik heel lelijk vind. Ja. Dus in mijn, hij zegt Ahab. Ja. Dat boek gaat over een kapitein die bij een ongelukkige aanvaring met deze iets wat uit de kluiten gewassen potvis zijn been is kwijtgeraakt. En die accepteert een wereld uit balans ook niet en die wil wraak nemen op die potvis. En zijn wraaklust verteert niet alleen hem, maar sleept vrij letterlijk alles om hem heen mee de diepte in. Ja. Het is dus eigenlijk een boek dat gaat over de destructieve kant van obsessie en wraken. Het is Johnny's favoriete boek, maar hij begrijpt het boek niet helemaal goed. Hij ziet het heel erg als een parallel voor zijn eigen... Hij heeft ook iets met zijn been. Ik heb trouwens ook iets met mijn been. Wat heb jij met je been? Nou, dat ga ik straks vertellen, maar dat is wel een interessant verhaal. Oké. Okay. En hij is op zoek naar zijn witte walvis. Maar de les... Ik heb een beetje geprobeerd een spel te spelen met de moraal van Moby Dick en de moraal van Johnny. En dat wringt, daar klopt iets niet. En daar komt hij uiteindelijk ook wel soort van achter. Maar dat is ook om de lezer uit te dagen om zelf een morele positie te zoeken of te vinden. Om zelf op de stoel van God te gaan zitten, om zelf goed en kwaad na te denken. Ja. Want je citeert ook William Blake, een prachtig citaat van William Blake over goed en kwaad. Die ken je vast wel uit je hoofd. Nee, ik ben heel slecht in citeren. Oké, je kent het niet uit je hoofd. Nee, praat gewoon rustig verder over je been. Dan zoek ik dat citaat even op. Oké, mijn been. Ik bedoel het gewoon. Ja, nee, okay. Nee. Ik vond het een heel mooi citaat. Dit boek is vrij diep geresearched. Johnny wordt geopereerd aan zijn been. Hij heeft zijn knieschijf verbrijzeld. Omdat hij onder het puin lag. Nu heb ik zelf ook mijn knieschijf verbrijzeld ooit op het voetbalveld. Vlak voordat ik begon met het schrijven aan dit boek. Ik zat in een voetbalteam van Vrij Nederland. Een links tijdschrift. En ik kwam in aanraking met de keeper van Elsevier. Een rechts tijdschrift. Rechts wint. Ja, rechts won. Rechts, ja. Dus ja. Ik naar het ziekenhuis. De voetbalzaal was naast het ziekenhuis, was superhandig. Meteen dezelfde dag geopereerd. Overigens door de huischirurg van Ajax, dus ik voelde me ontzettende... Met wie kwam je in botsing? Met Afshin Elian? Nee. Oh, okay. Maar toen vroegen ze me, wil je helemaal onder narcose of wil je een ruggenprik? En ik heb een probleem met het opgeven van controle. Dus toen zei ik, doe me maar een ruggenprik. Het gevolg van een ruggenprik is dat alleen de onderste helft van je lichaam verlamd is. Wat trouwens heel raar is. Je wordt toeschouwer bij je eigen operatie. Juist. Dus wat ik altijd zeg is, die operatie in dat boek is heel goed geresearched. Ja. Heb je William Blake al gevonden? Nee, ik heb hem niet gevonden. Maar ik heb wel... Ik kan hem heel snel voor je vinden als je wil. Ja, alsjeblieft. Dan ga ik even... Dan heb je die Nederlander, hè? Die meneer... Die ongeneeslijk ziek is. Het goede is het passieve dat aan de reden gehoorzaamt. Het kwaad is het actieve dat uit energie ontspruit. Ik ben het kwaad geworden, want alleen het kwaad kan ander kwaad in balans brengen. Zo plant het kwaad zich voort. Ja. Dit is trouwens gedeeltelijk een citaat van William Blake. En gedeeltelijk een uitbouw van het citaat van Blake. Je hebt eraan geprutst. Ja, ja. Dat doe je gewoon en zonder dat... Nou ja, natuurlijk, het is jouw boek. Jij moet doen wat je wil, natuurlijk. Het staat wel netjes in de verantwoording, hoor. Dus die jongen deed natuurlijk dat hij de orde heeft hersteld. Ja. Het kwaad is met het kwaad vergolden. Maar dat is precies het probleem. Juist. Ja. Tenminste, voor mij. Want ik wil helemaal niet zeggen... Misschien dat heel veel lezers denken van... Yes, die helemaal terecht. Ja. Go, that's the way. Ja. Dan is er die Nederlander die ongeneeslijk ziek is... Die alles op alles zet om een gentechnologie doorbraak te forceren, waardoor hij genezen kan worden. Hè. En je haalt het voorbeeldje aan van het beroemde filmfiguur die naarmate die ouder wordt, jonger wordt.
Nee, dat, okay. In het kader van research. Er bestaat één diertje op aarde, dit is echt waar, één diertje op aarde dat onsterfelijk is. En dat is een kwalachtig diertje, een neteldier. En dan ben je kwal en dan ben je onsterfelijk. Wat er gebeurt is, een kwal ontstaat uit wat een hydropoliep heet. Dus gewoon een poliep en dat zit aan de bodem vast. Ja. En dat wordt dan een kwal. Een beetje zoals een rups een vlinder wordt. Maar deze specifieke kwalsoort wordt dan eerst een tijdje ouder. Maar dan wordt hij weer jonger en dan verandert hij weer in een hydropoliep. En dat gaat de hele tijd maar door. En daarom noemen wetenschappers hem de Benjamin Button. En het derde hoofdfiguur in het boek doet onderzoek naar de Benjamin Buttons. Dit is een fascinerend figuur, lijkt zo weggelopen uit een Murakami Haruki-roman. Wat fijn dat je Murakami Haruki zegt. Ja, dat moet ook. Ja, maar ik weet dat je heel veel van Japan weet. Je bent er vaak geweest. Ik heb hem ook voor je meegenomen. Hey, kijk eens, hij zit links van je. Is dat een inspiratie voor je? Nou, ik ben wel een grote fan van zijn werk. Er zijn een paar schrijvers in je leven dat als je ze leest, dat er daadwerkelijk iets in je leven verandert. Je kijk op de wereld verandert, of je kijk op wat literatuur vermag. En de eerste keer dat ik een boek van hem las, dat was The Winterbird Chronicle. De opwindvogelchronieken. Ja, maar ik mooie vertaling. Mooi vertaald. Ja. Maar toen blies me volslagen uit het water. Toen ben ik me wel heel erg in zijn werk gaan verdiepen. Dus ook wel heel veel boeken geschreven met grote gebreken, moet ik zeggen. Mm-hmm. Zeker de laatste jaren. En ik heb hem mogen interviewen, dat was wel heel bijzonder. Heb jij hem geïnterviewd? Ja. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Nee. Nou, dat weet je nu. Nu weet ik het, ja. Want het is heel bijzonder, want het is namelijk een kluizenaar. Hij laat nooit iemand toe. Nee, nou, het is niet een kluizenaar. Maar het is wel zo dat hij heel weinig interviews geeft. Omdat hij heel weinig inbreuk op zijn dagelijkse routines wenst. Hoe was die ontmoeting? Nou, heel anders dan ik verwacht had. Je krijgt heel veel instructies van tevoren. Hij heeft een aantal assistenten. Want hij is natuurlijk gewoon eigenlijk een multinational. En dan krijg je instructies. Het mag geen seconde langer duren dan 2 uur. Je mag het niet over politiek hebben. Dat zijn allemaal instructies. Dat wordt je verteld of staat het op papier? Nee, dat staat op papier. Dat krijg je gewoon toegemaild. Maar hij was gastschrijver op Hawaii. En daar heb ik hem dus ook ontmoet. En ik stond bij zijn kamer te wachten op de universiteit. En er hing ook een papier op de deur van zijn kamertje. En daar stond op, het is ten strengste verboden de gastschrijver op te nemen, te fotograferen of anderszins met de buitenwereld iets van de gastschrijver te delen. Dus ik dacht, jezus, dat wordt ingewikkeld dit. Maar toen kwam hij dus, met een zonnebril op en in een korte broek. Super relaxed. Hij deed het kamertje open, het kamertje was 1,5 meter bij 1,5 meter. Een intiem gesprek. Heel intiem gesprek. Veel langer dan 2 uur. Ook over politiek. Hij had daar geen enkel probleem mee. En toen heeft hij me een lift gegeven terug naar het hotel. Dat vond ik ook zo kostelijk. In zijn mini. Nee. Goed. Zo gaan we het doen de volgende keer. Die Japanse vrouw. Ja. Ja, ze werkt dan op het rijke eiland, maar om lol te hebben gaat ze naar het arme eiland, of zeg maar de onderwereld. Ja, er zijn vier eilanden en afhankelijk van je sociale status mag je op één of meerdere van die eilanden komen. Hoe hoger je in de boom zit, hoe meer eilanden je mag bezoeken. Ja. Je hebt een eiland dat heet Downside. En Downside is eigenlijk een soort van de wallen, maar dan heel groot. Ja. Daar is het jazzcafé Peter Cat. Ja. Wat volgens mij ook weer een verwijzing is naar het eerste jazzcafé van Murakami. Juist. In Tokio, die ook Peter Cat heet. Klopt. En dan heb je een heel... Zo zit het boek dus echt vol met verwijzingen naar de moderne huidige technologie. Je hoeft ze niet allemaal te begrijpen hoor, om het boek te kunnen begrijpen. Ik moet even bezig. Echt waar? Oh, dan heb je te hard mijn best gedaan. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat hoeft dus ook niet. Maar het is vooral fascinerend. Want daarin had het wel iets van een,
van een applicatiebouwer, computerspelletjes bouwen. Je wilt, de devil is in the detail. De details, daar zit vakmanschap in, daar zit de voorbereiding in en de research. In die kleine details waar je denkt van, hey, wacht eens even. Dit is net onze tijd, maar hij heeft er iets aan toegevoegd of afgehaald, waardoor ik weer weet dat ik in de toekomst ben. Wat ik wilde, was een boek schrijven dat je op verschillende manieren, op verschillende niveaus kan lezen. Je kunt het gewoon lezen als een verhaal en dan moet het kloppen nog. Dan moet je het op dat niveau kunnen lezen. Je moet het, je zou het ook heel analytisch moeten kunnen lezen. Dat je inderdaad op alle details en verwijzingen en het literaire spel gaat letten. Ja. En dat je er dan ook nog weer iets uithaalt. Maar dat het boek op verschillende manieren zou werken. Dat was het. Nou, wat ik uit heb gehaald is dit volgende geluidsfragment van meneer FZ. Ja, geheime taal. Dan blijft de verrassing nog een beetje hangen. Dreamed I was an Eskimo. Even de grappigste platen ooit. Frozen wind began to blow. And my mama cried. Het gaat over over Eskimo's. En het nummer heet Don't Eat the Yellow Snow. That's where the huskies go. Maar wat ik me afvroeg, hè, bedoel, je hebt vrij indringend, precies en meeslepend de redelijk nabije toekomst voor ons in kaart gebracht. Mm-hmm. Middels die kaarten en de taal, fantastisch. Tegelijkertijd vroeg ik me ook af, welke rol is er nog voor cultuur, muziek, literatuur in die wereld van jou? Nou, los dan als gebruiksaanwijzing om kwade dingen mee te doen. Moby Dick, wat dan die verkeerd wordt gelezen. Hatsu houdt heel erg van jazz. Dat heeft ook iets te maken met haar overleden vader. Ja. Een grote jazzfanaat. Die bankier houdt heel erg van Frank Zappa. En een bepaald soort muziek uit de jaren 70. Johnny is iemand die heel erg veel heeft gelezen. En heel erg van taal houdt en van literatuur houdt. Ik denk wel dat al die cultuuruitingen, zelfs in een hele steriele wereld, wel heel belangrijk zijn voor onze menselijkheid. Zo mag je dat ook op. In die zin heb ik het ook wel gebruikt. Mm. Is dat uiteindelijk ook de reden waarom jij schrijft? Om jezelf in die in een wereld zonder God, zonder ideologie, om iets van houvast te hebben, iets van bescherming? Tegen de gevaren die er ook zijn? Jezus, wat een ingewikkelde vraag. Ik denk dat het nog steeds te maken heeft met waarom ik oorspronkelijk ben begonnen met schrijven. Om een wereld te creëren waar ik controle over heb. Maar ook om via die werelden iets te begrijpen van de wereld om me heen waar ik geen controle over heb. En dat blijft het. Nog één stukje muziek. En daarmee wil ik het eigenlijk gewoon lekker afsluiten. Want een bruggetje naar zometeen. Auke Hulst, heel erg bedankt. Slaap zacht, Johnny Idaho. Fantastisch boek. Ik zat net zo lekker in en dan gebeurde van alles in mijn hoofd en in mijn hart. En dan zo abrupt zet je het weg. Literaire agenda. Ja, dames en heren, het is ongelooflijk. Maar vanavond is ook het begin van de boekenweek. Er zijn drie schrijvers die niet naar het boekenbal gaan. En speciaal voor u hier zijn gebleven. Geweldig. Boekenweek is dus, begint morgen, duurt tot 15 maart. Er zijn twee fantastische boeken bij verschenen. Het boekenweek essay van Pieter Steins. Wat gaat over de waanzin in de letteren. Hij doet daar een soort van crash course door de wereldliteratuur. Op zoek naar alle gekken en dwazen. Maar hij is natuurlijk veel beter bekend van de dikke Steins. Hè? Dat boek heeft u al natuurlijk. En als u het nog niet heeft, koop het dan en geef het weg. Boekenweek geschenk van Dimitri Verhulst. De zomer hou je ook niet tegen Dimitri Verhulst. Die hier 2 jaar geleden alweer te gast is geweest. Ongelooflijk, hè?
Twee keer zelfs. En nou, als je twee keer te gast bent geweest, dan schrijf je Boekenweek geschenk. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Wat hebben we nog meer voor u? Er is iets in, is dat in Nijmegen, het Boekenfeest? Nee, die heb ik eruit gehaald. Cursivi in de kroeg. Dat is in Deventer op 8 maart. Met Sanneke van Hassel, Ton Rozema, Filip Huff. Sanneke is hier ook op bezoek geweest. En zij treden op twee keer. Nou, kijk, Boekenweek geschenk. Zij treedt dan op in de kroegen van Deventer. Deventerboekenweek.nl voor meer informatie. Dan is er. Wat is er nog meer te zien en te beleven tijdens de Boekenweek? Dat is de Literaire Nachtclub in Utrecht op 12 maart. Dat is in Utrecht in het Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11, aanvang 8 uur. Het literatuurhuis.nl. Erik-Jan Harmens treedt erop, Mano Bouzamour. En de Amerikaanse auteur D.B.C. Pierre. Dat is een ontzettend interessante auteur om eens een keer naar te gaan luisteren. Dat is een hele gekke vent. Dat is een stom verhaal. Ik heb een literatuurfestival in Mexico, in Zacatecas. En hij liep daar ook rond. En toen bleek hij perfect Spaans te spreken. Hij liet zich in het Spaans interviewen. Ik vond het een leuk dingetje om even te vertellen. Wat hebben we dan nog meer? Dit is de 14 maart is er het Boekenbal voor Lezers. Ja, dames en heren, dit is ook een Boekenbal voor Lezers. Dat is in Haarlem. En dit jaar zijn de gasten Menno Wichman, Kees van Beinum, die een fantastische roman heeft geschreven over Japan na de oorlog. Hanna Barefoot. En de auteur van het Boekenweekgeschenk, Dimitri Verhulst. Boekenweek.nl. Het is in de Lichtfabriek in Haarlem, begint om 8 uur. Er is ontzettend veel te doen tijdens de Boekenweek. Jongen. Voor mij een reden om thuis te blijven. Maar dan is er op 9 maart, gewoon hier in de Bibliotheek van Den Haag, Writers Unlimited, met de filosoof, hele interessante filosoof, John Gray. Onder de titel We Change the World gaat hij in gesprek met Bas Heijnen. Er zijn al 100 kaarten gereserveerd, dus wees er snel bij. Ja. En Leno, wat hebben we nog meer? Ja, het is de week van de klassiek. Ja, dan heb je de boekenweek gehad. En dan begint de week van de klassiek. Je zal maar van 1979. Maar ik weet niet waar het over gaat. Talloze activiteiten, week van de klassieken. Klassieke literatuur, klassieke boeken. Wat ik wel weet, is dat er daarna iets anders heel interessant is, namelijk het Annie M.G. Schmid Festival. En dat is van 20 tot 22 maart bij Puk van de Pettenflat. Nee, het is in Groningen. En er is een lezing. Aniette van der Zijl komt spreken over Annie M.G. Schmid. Zij is de biograaf. Het is in de Oosterpoort. En voor meer informatie, de-oosterpoort.nl. En dan hebben we nog een van de allerleukste festivals in de wereld. Ik ben er een paar keer te gast geweest. En mijn collega van de uitgeverij Joke Hermsen, Stil is de Tijd, treedt dan ook op in Brussel. Het is een ontzettend leuk festival. Het is van 16 tot 29 maart. En meer informatie vindt u op passaporta.be. Dan is er, zoals u gewend bent van ons, weer een volgende editie van Literatuur Late Night op 3 april. Nou, u kunt ons volgen op Facebook, u kunt ons volgen op Twitter. En er is nog een website ook, literatuurlatenight.nl. Nou, allemaal heel erg leuk om dat even genoemd te hebben. We zijn er nog niet, dames en heren. Het is een hele lange avond. Nou, er zijn nieuwe boeken. Het bestand van Anne Grunberg. Eigenlijk een beetje in de lijn van het boek van Auke Hulst. Hoe gaan we om met technologie? Wat doet het met onze emoties? Nieuw boek van Thomas Lieske. Altijd goed nieuws als er een nieuw boek is van Thomas Lieske. Retourschip De Liefde. En dan is er een nieuwe roman zelfs van Arie Storm. Recensent bij Parool. Maas Stilte. Komt uit Den Haag, volgens mij. Arie Storm, een Haagse jongen, ja. Dan is er een, ongelooflijk zeg, over waanzin gesproken. Wat een omslag. De Vreemdelingen van Walter van den Broek. Prachtig, mooi, klassiek uitgegeven. Meer kan ik er niet over vertellen. Ik heb het niet gelezen. En ja, last but not least. Ja, jullie hadden hem eruit gehouden. Maar ik heb hem er gewoon weer in gestopt. Mijn eigen roman. Montaigne en Indianen, de neus van Max Kade. Nu al een moderne klassieker. Goed. Heb ik dat gezegd? Ja, toch? Nou ja, mooi. Hartstikke dank je, Leno. Je bent goed bezig. Leuk dat je er bent. Bos Bloemen, alles onder controle.
Kenzie Blue Tone, waar ben je? Daar komen ze. Geef ze een hartelijk applaus. Kenzie, je bent met je begeleiding. Mag zijn naam even? Ja. Met begeleiding, ja. Zondag kan ik niet de straat op. Ja, nee, hè? Je bent onder begeleiding, met begeleiding. Hoe zeg je dat in muziekland? Jawel, hij begeleidt mij op gitaar, inderdaad. Ja. Wat is zijn naam? Ramon de Wilde. Ramon de Wilde. Ramon, ik ga even naar jou toe. Hoe is het nou met Kenzie op te treden? Dat is hartstikke leuk. Ja? Gezellig en muzikaal en uitdagend en verrassend. Hoe zou je haar stijl omschrijven? Jazzy, pop, muziek, soul, bluesy. We doen van alles eigenlijk. Okay. Ja. Okay. Wat ga je doen? Ja, hoe is dat? Dat hoor je, dat wordt even over je gezegd. Ja, Ramon en ik, wij werken al een poosje samen, dus hij weet het wel. ja. Kom je uit Brabant? Ja, klopt. Ja. Just checking. Ja. Ja. Yes. Maar als je zingt, dan heb je geen Brabants accent. Nee, gelukkig hoop ik niet in ieder geval. Hey, hoe kwam de soul op je pad? De soul? Ze zeggen dat iedereen op zichzelf het authentieke pad al in zich draagt. En op het juiste moment, wanneer het voorbij komt, dat je erop moet springen. Dit is me te literair. Te abstract. Te abstract. Even concreet. Maar wat wil je precies weten dan? Precies, op de dag. Wanneer de soul op mijn pad kwam. Ja, ik kan me voorstellen, bij mij was het met James Brown, weet je wel. Ik hoorde dat, ik dacht, wow. Oh, ja. Misschien Tracy Chapman, Fast Car. Dat ik dacht van, dat is toch wel... Toen was ik net op de middelbare school. Dus ik denk... Dat vind je dan mooi, dat raak je? Ja, meezingen. En dan hoort iemand het? Ja, klopt. Die zegt dan, hé, dat is mooi. Ja, klopt. Ja, maar dat... Goed gesprek dit. Je snelt er niks bij, ja. Even kijken. Ja, maar pas rond mijn 19e ging pas echt dat ik dacht van... Ja, ik denk dat ik toch maar iets mee moet gaan doen dan. Ja, okay. Ja, en toen ben ik begonnen met zingen en met gitaar. En pas veel later met piano. En, allemaal bijgeleerd? Ja, dat heb ik allemaal bijgeleerd, inderdaad. Okay. Wat gaan jullie spelen? Vanavond gaan we drie nummers doen. We gaan twee nummers op gitaar doen en één nummer doe ik zelf op de piano. Het zijn eigen liedjes. En ja. Kenzie en Ramon, zet hem op! Just wanna be all right with me.
Come on, baby. Don't be afraid, just do all me. Put your the blisters on your fingers.
Kenzie Bluetone. Ja, Renno. Het is toch leuk dat, weet je, er komen al die muzikanten komen gewoon en dan een paar jaar later winnen ze Edisons. En, weet je wel, vaak dan kijk ik, dan zit ik te zappen en dan zie ik zo'n gast voorbij komen in een gala jurk, strakke broek. En denk ik, nou, toch mooi hier geweest. Nou, we gaan... Ik ga nu verder met de schrijver, een Haagse auteur, want hij woont in Den Haag. Kees het Hart, over zijn boek Teatro Olimpico. Geef hem een hartelijk applaus. Dag Kees, hoi. Welkom. Ben je wel eens eerder hier geweest? Je bedoelt als gast? Ja. Nee. Nee, oké. Nou, nog één keer en dan boekenweek. Dan mag je boekenweek schrijven. Ja. Maar gefeliciteerd met de nominatie voor de Libris. Ja, mooi is dat. Hoe voelt dat? Ja, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Ja. Zit ik te zuchten? Ja, ik geloof het wel. Ja, nee, dit is fantastisch. Ik stond op de longlist en trouwens ook van de Gouden Uil. En ja, dan mag je een beetje hoop hebben dat je een ronde verder komt. Ja. En, ik ben wel ervaren wat dat betreft. Ik heb wel eerder ook op shortlist gestaan. De revue. Met de navolging. Je mag hopen. Maar de jury... De derde keer dat je op de shortlist staat. Ja. Nou, drie maal is geen... Juries zijn onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar. Ja, ik heb zelf in de jury Ik heb in de jury van de Librisprijs gezeten toen Abdel het won. Dus Abdel, die houdt dus van ik heb mij. Mijn prijs te danken aan een onbetrouwbare jury. Aan een onbetrouwbare jury. Ja. Ik weet het nog goed. Dit nieuws. ben je verbaasd over het succes van Teatro Olimpico?
Dat zeg ik omdat ik het gevoel heb dat jij niet een schrijver bent die schrijft om de lezer te behagen. Nee. Maar dat is Theater Olympico doet dat ook niet. maar ik snap het ook wel een beetje. Ik snap het wel. Tijdens het schrijven had ik ook wel het gevoel, nou ja, als je dit oppikt, dan vind je het erg leuk. Als je het niet oppikt, dan haak je af en dat is het wel best. Ja, ik pikte het op en ik vond het meteen leuk. Precies. Even een notendop. Het boek begint hier aan de overkant, in het Theater aan het Spui. Ja, Theater aan het Spui. Daar worden twee theatermakers, ze noemen zichzelf beroepsamateurs. Beroepsamateurs, daar hangt de hele thematiek omheen en een heel idee van wat dat dan betekent. Nou, daar gaan we het zo over hebben, want de rol van Jean-Jacques Rousseau is daar belangrijk. Heel belangrijk. Maar ze komen daar een Italiaan tegen, een bekende regisseur. Ja, die komt naar een voorstelling. En die zegt, dit is meraviglioso. Het is geweldig. Dit wil ik hebben in Vicenza, in Teatro Olimpico. Ja. En blijkbaar is daar met een stuk mogen staan. Dat is het hoogste. Tenminste, dat vindt een van die personages, de verteller. Ja. Die heet niet helemaal toevallig Kees. En die, dat is gewoon het hoogste van alles. Theater Olimpico in Vicenza. Ja. Jij bent daar ook gevoelig voor? Ja. Ik ben het wel met Kees vaak eens, hoor. Ja? Jij gaat in die droom op. Ik ga, zeker. En ik ben verschillende keren in het theater geweest. Dat is dit theater, hè? Ja. Hier, ben jij er wel eens geweest? Nee. Ik ga er meteen naartoe. Echt naartoe. Ik sla er ook een bal over. Wordt echt helemaal dit theater bestaat. Dit bestaat. Het is een inpandig theater. Dat is ook al zo bizar. En van de buitenkant zie je niet veel bijzonders. Het is ontworpen door Palladio. Het is gebouwd in 1588, nota bene. Ja. Het is amfitheater en geheel in hout uitgevoerd. Ja. En dat is gewoon een wereldwonder. Ja. Maar het grappige is, dat hoewel dit is een heel gekunsteld theater, waar natuurlijk in de 16e, 17e, 18e, 19e, totale theatervernieuwingen van de 20e eeuw, kon dat theater daar zijn plek vinden. De bruid had zijn bruidegom. Maar met de nieuwe theatervormen is het een beetje misplaatst. Al helemaal bij dit toneelstuk. Ja, het is totaal misplaatst. En er wordt ook in theatro nooit dit soort toneel, wat mijn helden maken. Ja. Dat is namelijk een volslagen, op hol geslagen avant-garde toneel. Dat wordt nooit in theatro opgevoerd. Daar zijn muzikale optredens van beroemdheden. Ja. Die komen er wel. Maar niet een avant-garde theaterstuk. Dus zij krijgen wel de kans in het kader van een Jean-Jacques Rousseau festival. Zo gaat het in werkelijkheid ook vaak. Met een stadje organiseert een festival. En dan doen alle theaters mee. Dus ook Theater Olimpico. Ja. En zij willen die kans niet laten lopen. Ja, die kans willen ze echt niet laten lopen. Want hoewel die theatermaker en al die mensen erachter een voorschotel dat er geld gaat vrijkomen via allerlei schimmige subsidiepotjes. Er komt waarschijnlijk geld. Ja. Ja. Maar ze moeten toch alles zelf voorschieten. Ja. De moeders thuis moeten van tijd tot tijd wat geld overmaken. Ja, echtgenoten betalen mee. Ja. Het gaat niet helemaal goed. Ze dromen wel van een succes en hoe het allemaal moet. Maar er zijn allemaal tijgers en beren op de weg. En die worden steeds groter. Het zit vol met grappen. Een van misschien wel de grootste grap. Het is ook tragisch, hoor. Ja, nee, maar daar kom ik nog op. We gaan zo huilen. Het is niet alleen leuk, hoor. We gaan zo nog huilen. Want het is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb halverwege uit ergernis om de naïviteit van die twee mannen, van die twee mannetjes, heb ik wel eens gedacht, ik wil eigenlijk helemaal niet verder lezen. Nee. Want het gaat er heel erg slecht aflopen. Ja. Zien ze dat dan niet? Nee. Maar wil je dat die lezer dat ook verzucht? Ja, de lezer moet wanhoop wordt gedreven? Ja, de lezer wordt tot wanhoop gedreven. Maar ik heb geprobeerd om toch ook bij de lezer de moed erin te houden. Want er is maar één ding wat telt bij deze twee heren. Het stuk moet doorgaan. Ja. En er gebeurt wel van alles en het loopt tegen en ze moeten geld betalen. En de acteur valt eerst tegen en later weer niet. En er komt een nieuwe regisseur en die praten allemaal Italiaans, wat ze niet verstaan. Enzovoort. Maar wat er ook gebeurt, het moet en zal doorgaan. Heb jij dat ook? Ben jij ook zo gedreven? Of zo blind? Het is misschien merkwaardig, maar dit boek is behoorlijk autobiografisch. Ik heb een keer samen met een vriend, Hein, heet hij.
In 1588, in 1988 in Leeuwarden een theaterstuk geproduceerd, in eigen beheer, door ons geschreven, door ons verzonnen en bedacht. En het is in de provincie Friesland met behulp van veel subsidie is het opgevoerd. In Leeuwarden, in Drachten en in Heerenveen. En dus in al mijn belevenissen uit 1988, het gedoe, het omgaan met regisseurs, het werken met geld, hoe kom je aan geld? Wij wisten van niks toen we dat deden. Ik had nog niks gepubliceerd. Maar we vroegen subsidies aan voor een Jean-Jacques Rousseau-festival. Dit is echt, ik verzin het niet. Ja. En dit is uitgevoerd. En dus het idee van het moet en het zal. Ja, dat, en trouwens met romanschrijven, dat weet je helemaal al te goed. Het moet en het zal en wat er ook gebeurt. Het opzetten van oogkleppen is bij het schrijven van grootse kunst noodzakelijk. Absoluut, er moet. Er moet ook al ga je overal tegenin. Het moet. Ja. En ik hoop dus, en dat lukt, want het boek wordt toch wel door veel mensen gelezen, dat lezer daarin meegaat en dat hij denkt aan zijn eigen projecten. Het hoeven geen kunstprojecten te zijn, maar zijn eigen dingen die hij wil. Het moet, ik ben verliefd, het moet. Ja. Ik ben dit. Enzovoort. En dat je, als je iets wil, dan moet er veel. En dit zijn wel naïvelingen, daar heb je gelijk in. Ja. Maar in hun hart brandt een ambitie die niet weg. En ze blijven hun eisen volhouden. Hè? Een dramaturgische eis is dat het stuk Rousseau, die titel wordt op een gegeven moment veranderd, de dood, La morte di Rousseau. De dood van Rousseau. Zij is totaal niet ze mee eens. Ze gaan helemaal uit hun plaats, ze worden knettergek. Ja. Hartstikke boos. Het is een vreselijke titel. Want Rousseau moet verbeeld worden als bij uitstek de filosoof die geen filosoof wilde zijn. De ideeënman die eigenlijk helemaal geen ideeën had. Yes, dat trouwens. Ja, je zegt dat zo heel erg zo. Yes, maar yes. We hebben hem daar trouwens. Oh, natuurlijk heel erg geromantiseerd. Ja, die oude gek. Ja, sorry. Maar Rousseau, zij hebben een voorstelling van Rousseau. Ze hebben daar beelden van. En dat gaat wel tegen de normale opvattingen over Rousseau in. Ja. Maar ze willen een theaterstuk maken rondom Rousseau, waarin niet zijn grote kracht, maar zijn banaliteit wordt geschetst. Ja, maar dat is, jij hebt daar een fascinatie voor. Ik heb jou 7 jaar geleden misschien al hier in het gemeentemuseum in Den Haag, ben jij in gesprek gegaan met een volgens mij inmiddels overleden collega van jouw vriend over Jean-Jacques Rousseau, over de bekentenissen van Jean-Jacques Rousseau. Nee, weet je dat nog? Nee, met wie was dat? Ja. Inmiddels overleden. Ja, ik heb het niet gegoogeld, helaas. Nee, nou ja. Maar ik heb wel het kwam weer naar boven. En toen hadden jullie een heel mooi hartstochtelijk gesprek over dat boek. Ja, over bekentenissen. Ja. Ja. Bekentenissen ligt hier aan ten grondslag aan deze, aan dit boek. Ik bedoel, Rousseau schreef, het werd nog niet tijdens zijn leven gepubliceerd, na zijn dood. Ja, bekentenissen, en dat was toen. Kon het ook tijdens zijn leven niet gepubliceerd worden, want het was te gek. En het is nog steeds, het is verschillende keren prachtig vertaald, lees het. En toen ik het las, lang geleden, 86, dacht ik, en ik identificeerde me ook met Rousseau, omdat Rousseau een uitermate ambitieuze jongeman was. Maar hij dacht dat hij het op alle gebieden zou kunnen maken. Hij had dus een vorm van ambitie, die ik ook al heb, en beroepsamateur. Ja. Hij meende, zodra hij gouverneur was van rijke adellijke dames, had hij direct het idee in zijn hoofd dat hij een belangrijk pedagoog zou worden. Hij schreef ook Emile. Later, toen hij beroemd werd. Maar dat had hij al eerder. En als hij in de tuin werkte, want dat was gewoon een knechtje, dat was een arme jongen. Als hij in de tuin werkte, vond hij zichzelf een gigantisch botanicus. Daar droomde hij al gelijk van. Nou, dit soort elementen. Ja. Zij zijn ook zo. Bedoel, en zij zijn ook en Kees. Zij zijn ook zo. Die denken ook dat Wij kunnen dit. Wij hebben plannen. Wij hebben grootse plannen. En we willen. Ze weten ook heel goed hoe theater, want het zijn theater maar, hoe theater niet moet. Dat weten ze verrekte goed. Want als ze aan een man een broertje dood hebben, is het wel deze meneer? Ja, Beckett. Ja. Ja. Ik zie je rood worden. Nee, ik hoor mensen lachen, die hebben het boek gelezen, denk ik.
Zijn er mensen die het boek hebben gelezen? Oh ja, oké. Okay. Ja, nou ja. Ja, Beckett, dat is voor hun de vijand, voor deze twee jongens. Ze hebben een idee over theater en het ergste van het ergste... Evidentietheater. Evidentietheater. Maar dat kennen jullie allemaal, wat evidentietheater is. Dat is, er komt een deftig geklede man op... En dan zegt hij ook dat hij een grote fabriek heeft. Dus dat is evident, want dat zie je al als hij opkomt. Als je, dat snap je. En waarom, dat is waarom, evident. En waarom hoort het bij Beckett? En bij Beckett, dan zie je een arm iemand opkomen... en die gaat dan vertellen hoe arm die is. Nou, dat is evidentietheater. En dan zit er een vrouw, die zit in een hoop vuilnis... En die, hoe heet het ook weer? Nou ja, die zit in een hoop vuilnis, Winnie... en die gaat dan verklaren dat ze zo'n nare jeugd gehad heeft. Maar dat kunnen we al zien, daar hoef je geen tekst bij te hebben... Overigens ben ik het niet steeds met Kees eens in deze roman. Want Beckett bewonder ik zeer. Maar juist degene die ik bewonder, dat doe ik in al mijn werk, Abdel. Die moet je ook grijpen. Ja. Die moet je... Ja, dood maar. Die moet je weggooien. Ja. Maar terwijl ik hem ook bewonder. Maar dus... Ze willen Italiaanse acteurs... Dat stuk laten spelen. En een criterium om een acteur aan te nemen of een regisseur is... zodra een regisseur of een acteur ooit betrokken is geweest... bij een Beckett-voorstelling, ook al was het maar op een middelbare school... dan valt hij gelijk af. Dus ze willen geen niks met... Nou ja, ze slaan natuurlijk door... Dat is duidelijk. Want die jongen is niet bleek genoeg, of hij is te bleek. Hij is te bleek, hij heeft te veel ideeën en het moet ideeënloos zijn. Oh ja, en een belangrijk element is ook, in het stuk gaat het erom dat je ongelijk krijgt. En Beckett wil in zijn oeuvre altijd gelijk krijgen. Namelijk dat de armen onderdrukt zijn. Ja, maar dat is er al, toch? En deze jongens, die ik voel er wel veel voor, hoor, voor deze jongens. Die zeggen dat ook regelmatig. Het gaat erom om ongelijk te hebben. Ja. En dat proberen ze van het Italiaans te zeggen. En de Italianen die hebben eigen ideeën over theater. En die snappen het niet helemaal. Overigens snappen de jongens hun eigen ding ook niet echt helemaal. Ze kunnen het niet articuleren. Ze kunnen hun eigen plannen niet goed articuleren. Ze kunnen alleen maar zeggen, Beckett is niks. En Rousseau is fantastisch. Maar verder... Ja, ja. Ja, een van de leukste, het hele boek is een grote gekke roadtrip tussen illusie en desillusie. Maar die scène op de snelweg met die twee dames, waarvan je niet weet hoe ze daar terecht zijn gekomen. Waar je volgens mij ook een soort van waas omheen legt. Op de Duitse snelweg. Ja, kan je dat stukje voorlezen? Ja, oké? Okay? Ja, hier? Ja. Oh ja, ze zitten op een raststätte, want ze vervoeren het decor zelf. Dat hebben ze met een grote vrachtwagen, allemaal problemen, maar goed. Maar op die Duitse raststätte, daar zijn gewoon grote feesten, 's nachts. Dat wisten ze niet, maar dat blijkt zo te zijn. Dat wisten ze niet, trouwens is ook niet zo. Maar goed, we gingen om ongeveer 12 uur naar onze wagen, die vrachtwagen, om te gaan slapen. Om 1:00 of 2:00 werden we wakker van geschreeuw en van het gedonder van een verschrikkelijke onweersbui die zich boven de raststätte ontlaadde. 2 vrouwen probeerden te midden van de stromende regen, de bliksemflitsen en het donderend gedreun in onze laadbak te klimmen. Vlakbij stonden 3 schreeuwende chauffeurs. Ze bedreigden de vrouwen. We wisten ze tot bedaren te brengen. Ze dropen af. Wat er gebeurd was, wisten we niet. Te veel berekend? Afspraken niet nagekomen? De vrouwen bleven de verdere nacht in de laadbak slapen en wij sliepen in de cabine. Tot zover was er weinig aan de hand. Maar de volgende ochtend om 7:00 werden we gewekt door een paar agenten. Een man en een jonge vrouw. Een auto stond met draaiend knipperlicht naast onze vrachtwagen. De parkeerplaats was verder vrijwel leeg. De 2 vrouwen stonden in de stromende regen naast onze laadbak. Naast hen de vrouwelijke agent, met wie ze druk praatten. Ze wezen af en toe naar ons. De agent wilde weten wat de vrouwen in onze laadbak deden en of we ze toestemming hadden gegeven. Reisden ze met ons mee? Waren het onze vrouwen of vriendinnen? Ze wilden onze paspoorten zien. Wat was er precies aan de hand? In ieder geval maakte de agent aanstalten een bekeuring uit te schrijven. Hij had het over justitie en allerlei instanties waarvan wij de ellenlange namen niet goed verstonden. Laat staan dat we begrepen waar ze voor stonden. De reis dreigde nu al in het honderd te vallen. Ah, maar waarom dan? Wat is passiert? Wat hebben we gedaan? Veel beter was mijn Duits niet, dat van Hein evenmin. We begrepen werkelijk niet waarover het ging. We hadden alleen geholpen, dat was alles, zeiden we.
Gelukkig bekeek de agent onze vrachtpapieren en rijbewijzen oppervlakkig. Daar ging het blijkbaar niet om. Anders had hij gezien dat ik geen correct rijbewijs heb. Wel bestudeerde hij langdurig onze paspoorten en we moesten onze namen en adressen opgeven. Maar waarom dan? Dat kon en mocht hij ons niet vertellen, begrepen we. Het had iets met de vrouwen te maken die nog steeds in de stromende regen bij de agenten stonden. Wat hadden ze de agenten wijsgemaakt? Ze stonden er bedrukt bij. Nog even door. Ja. Ja, ja, ja. Alles liep uiteindelijk af met een sisser, al was het op het nippertje. Er kwam via de mobielefoon van de politieauto een bericht door dat blijkbaar bijzonder belangrijk was. Plotseling maakten de twee agenten dat ze wegkwamen. Wie müssen gehen, ze haben Glück, riepen ze. Daarna riepen ze nog iets wat we niet begrepen. Ze zetten hun sirene aan en maakten zich razendsnel uit de voeten. We konden doorrijden. Maar wat was er precies gebeurd? Waarom waren we aangehouden? De twee vrouwen wisten het ook niet, al kregen we het gevoel dat ze ons liever in het ongewisse lieten. Wat hebben ze dan gezegd? Nou ja, niet veel. We brachten ze naar Strolingen, een stadje niet ver van de snelweg. Onderweg lieten ze niet veel los en onderling spraken ze een onbegrijpelijk dialect. Ik vertel u deze verder onbelangrijke geschiedenis, omdat we een paar weken geleden een brief ontvingen van de Deutsche Landesjustiz Köln, Abteilung Sozialgericht, waarin stond dat we niet waren verschenen op de zitting van het Deutsche Justizamt in Köln, zoals eerder was geordoneerd, en dat we de vermelde 1500 euro boete wegens absentie, unangemeldet, zo snel mogelijk moesten betalen. Zie bijlage. We wisten niets van een zitting. Ons heeft geen enkele correspondentie bereikt. Op internet vonden we alleen dat binnen deze nieuwe afdeling van het Duitse justitieapparaat zaken rondom uitbuiting van vrouwen en vrouwenhandel werden onderzocht. Dus dat was het. Die twee vrouwen, die de nacht ervoor flink aan het feesten waren geslagen, hadden de agent een verhaal over vrouwenhandel op de mouw gespeld. Ze hadden het slachtoffer uitgehangen en de agenten vast en zeker wijsgemaakt dat wij met een vrachtwagen vol geronselde vrouwen langs de Duitse autobanen trokken die zich daar in Rastettes onder onze leiding aan illegale prostitutie overgaven. We hebben de boete niet betaald. We hopen erop dat we verder niks zullen horen. Aan het thuisfront ontstond wel enige onrust. Wat was er gebeurd? Wat was dat justitieamt? Maar we wisten onze vriendinnen gerust te stellen. Dank je wel. Ja. Ja. O jee. Ja, ja, ja. En ze komen ook op een gegeven moment op een soort van soft porno set terecht. Nou, zeg maar porno. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, dat komt zo weer. Ze willen al hun geld raakt en ze krijgen een... Ja, een van die spelers, een Italiaanse, worden toch ook wel min of meer bevriend met die Italiaan. En die zegt, jullie kunnen geld verdienen, 2000 euro de man. Waar gaat het dan om? Nou ja, de theaterstukken ergens in een landhuis. En daar gaan ze dan heen. Ja, en dat blijkt komen ze op een pornofilmset. En daar gaan ze dan ook aan meedoen. Ja. Ik heb iets gelezen wat belangrijk is. Mag wel, ja. Ja. Belangrijk voor het boek is dat het is niet tot de lezer gericht. Ja. Maar het is aan een u gericht. Het is steeds, u zult wel denken... Het is eigenlijk één grote verantwoording van financiën. Ja, het is een verantwoording achteraf van het subsidiegeld. en ze proberen een nieuw geld binnen te slepen. Het eindigt met, hierbij verzoeken we u zo snel mogelijk 30.000 euro op onze rekening te storten. Want al ons geld is weg. Daar eindigt het boek mee. Hè? Nou ja. En dus de lezer die leest in feite een geheim verslag... En wat niet voor zijn ogen bestemd is. En dat maakt het voor mij makkelijk om het te schrijven. Ja. Dat is ironisch en grappig en heel inzichtelijk. Maar je zegt er ook tragedie. Ja, het is zo, waar het zit is voor echt, jou de tragedie? Ja, nou ja, de tragedie is natuurlijk droom en verlangen en mislukking. En ja. Theorie en praktijk en al die, daar zit toch wel de tragedie. Ze willen iets wat niet Beckett-achtig is. Ze willen een bepaald theater, maar door omstandigheden... Ze grijpen ook niet echt in. Ja. Ze willen dat het doorgaat. Ze slaan nooit hard met de vuist op tafel. Ze zeggen nooit echt aan als het God, dat doen ze niet. Ze denken steeds, het moet doorgaan. En ook de Italiaanse medewerkers, dat vinden ze ook geen schurken. Dat zijn het ook niet. Maar die hebben hun eigen opvattingen over theater. En zo glipt het ze weg. Het glipt ze en dat is absoluut tragisch. Ja. Mooi. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel, Kees. Prachtig boek. Bedankt. Theater Olympico. Blijf lekker zitten. We gaan de quiz doen. Okay. Ja, daar komt iedereen voor. Ja, natuurlijk. Ja, je mag meedoen. Ja, doen jullie mee met de quiz? Is daar een muziekje bij? Of, daar is geen muziekje bij.
Oh, met mijn stem. Ja, nee, precies. Ja, hij is één. Nou, dan gaan we vragen. Hey, dames en heren, gaat u opstaan? Gaat u opstaan? Linkerhand is, linkerhand is links en rechterhand is rechts. En dan, nee, ja, ik stel een vraag. Er zijn twee keuzes. Keuze A is linkerhand, keuze B is rechterhand. Ik geef het juiste antwoord. Als u het fout heeft, gaat u dan zitten. Dan zo werken we richting de laatste twee toe. En dan is er een kleine finale. En de winnaar krijgt de twee boeken van de auteurs. We gaan beginnen. Hij is een van de gezichtsbepalende auteurs van de Vlaamse literatuur en baarde vanaf de late jaren 60 optie met controversiële romans over Belgisch Congo. Vorige week vierde hij zijn 85ste verjaardag. Wie wordt hier bedoeld? Jos van der Loo of Jeff Gerhards? Ja, interessant. Dat is dan heel spannend. Het juiste antwoord is Jeff Gerhards. Nou, iedereen, dat is goed. Dan gaan we door naar de tweede vraag. Wie won onlangs de eerste JMA Biesheuvelprijs voor de beste verhalenbundel? Maarten Biesheuvel, naar hem is de prijs vernoemd omdat hij de koning is. De gekke koning van het korte verhaal. Linkerhand Sanneke van Hassel, die hier ook te gast is geweest. En Rob van Essen, met hier wonen ook mensen. Dames en heren, wie won die eerste prijs? Zegt u het maar, linkerhand Sanneke, rechterhand Rob van Essen. Ja, het juiste antwoord is Rob van Essen. Oké, goed. Dan willen de overgebleven mensen naar voren komen. Dan kan ik ze nog beter zien. Momenteel draait in de film Inherent Vice. Draait in de bioscoop de film Inherent Vice, pardon. Wie is de schrijver van het boek waarop deze film is gebaseerd? Ik heb hem gezien. Onlangs ontzettend. Your ex-old lady suddenly out of nowhere shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend. And his wife and her boyfriend. And a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin. I need your help, Doc. Maybe you should just look the other way. But if you're Doc, it may all start to get a little peculiar after that. Michael Z. Wolfman. And Mickey Wolfman. And Mickey Wolfman. Has vanished. So where would I find him? He's technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. You got a spare picture I could borrow? Mm-hmm. Well, maybe you're better off with the Nazis. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? Ja. Ordinarily, we're the ones asking the questions. Nee, toch? Nee, zet me op stop, hoor. Zet me gewoon lekker op stop. Ja, wie heeft deze prachtige knotsgekke roman geschreven? Is dat Thomas Pynchon of Don DeLillo? Linkerhand Thomas Pynchon, rechterhand Don DeLillo. Beide grote auteurs. Het juiste antwoord is... jij hebt de linkerhand, Kees? Ja, dat is juist goed, Thomas Pynchon. Ja, willen de overgebleven mensen naar voren komen? Het wordt zo spannend... Zo spannend. Dames en heren, dit is een makkelijke. Dit vind ik een makkelijke, persoonlijk. De prijs der Nederlandse letteren 2015 is toegekend aan... Remco Kampert, linkerhand, rechterhand, Leonard Nolens. Linkerhand, Remco, rechterhand, Leonard Nolens. Kom op. Huh? Ben je af? Nee, maar jullie doen mee voor de lol. Jullie doen mee voor... Jullie winnen. Nee. Meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, winnen. Oh, auke. Nee, het juiste antwoord is Remco Kampert. Remco Kampert, volgens mij had iedereen die goed. Ja, dan gaan we door. Wie is volgens... Oh ja, dan krijg je dat weer. De jaarlijkse ranglijst van de meest gelezen, meest geprezen auteurs. De editio top 35 van de belangrijkste schrijvers van 2014. Is dat linkerhand Tommy Wieringa of rechterhand Stefan Hetmans? Beide auteurs zijn hier op bezoek geweest. Het juiste antwoord is Stefan Hetmans. Komen de overgebleven mensen naar voren, alsjeblieft? Wie zijn dat? Zijn het er twee of drie? Wie zijn er overgebleven? Bent u overgebleven? Komt u naar voren, alstublieft? Ja. Ja, dat mag, dat mag. Ja, dat is het. Wie? Alleen meneer? Is dat de laatste overgeblevene? Neem even. Bent u ook nog? Ja? Ja? Komt u dan even een stukje naar voren? Ja, ja nee, maar ik... Ja. Morgen begint de Boekenweek met het thema van dit jaar Te gek voor woorden... De hoeveelste editie van de Boekenweek wordt dit jaar georganiseerd? Ik begin met meneer Links. De hoeveelste editie is het, meneer? Dat is een gokvraag. U mag het ook mailen, u mag het ook schrijven, maar... Nee, niet met de vingers. Nee, ik moet het zeggen. Doet u een gok?
35. Hoeveel? De 80ste? 60? 67? Het juiste antwoord is 80ste editie alweer. Ja, we hebben een winnaar! Kijk eens aan. Kijk eens aan. Meneer? Meneer, mag ik u... Ja, ja, goed. Ja, hè. Daar heb je je vrouw voor. Hartstikke goed. Meneer, gefeliciteerd. U heeft er al één? Oh, ja, welke heeft u? Van Kees. Oh, die heeft u al gelezen. Nou, maar heeft u er nog één? Kunt u weggeven? Gefeliciteerd. Ja. Nou, ja, we gaan nu een beetje afsluiten, hè? Lenno, vond je het leuk vanavond, Lenno? Want ja, is het goed te doen, ja? Nou, ik vond met Auke fantastisch. Aanstormend talent met al zo'n groot boek over de toekomst. En daarna met Kees lekker krankzinnig natuurlijk. Hè. Maar ik snap het wel. Ik ben er ook gevoelig voor. Nou ja, volgende editie, 3 april, dames en heren. Volg ons op Facebook, volg ons op Twitter. Er is een website, er is voor alles. En er is een borrel. Tot de volgende... Weet je al wie de gasten zijn, 3 april? Weten we nog niet. Spannend. Kenzie, Blue Note, hartelijk applaus. Je bent een fantastische artiest en gast geweest. Kees het Hart, Auke Hulst. Dank u wel. Tot ziens. De volgende keer. Lennart bedankt en Mira ook.